In Friesland ook een film van regisseur Pieter Verhoef. Hij volgde de Friese theatermakster Dette Glashouwer op haar solo-tournee door Amerika. Nieuwe deal in. Wij hebben afgesproken dat wij open en eerlijk met elkaar gaan praten over de leuke, maar ook over de soms wat minder leuke dingen van ons gezinsleven. Ja, heel goddeloos hinderlopen dat over haar roddelde, zou worden gestraft in de hel. Souvenir heeft een heel soort voor mij betekenen. We kwamen Katjin op Squallen en daar maken we een hit. En toen is het van Squallen, zag troggiend, al die jaren trog. Ik kende mezelf in mijn werkende leven alleen nog maar als onderdeel van Souvenir. Dus toen het ophoud, toen dacht ik, nou, je moet ik echt maar eens voor zitten gaan. Om dan te filmen hoe het is dat het ophoudt. Dus ik heb wel ongeveer een jaar voor het wetter, voor mijn uitzicht zitten te zien. En alle angsten kwamen voorbij. Toen werd het Christ. En toen heb ik al haast een jaar zitten, bij wijze van spreken. En toen dacht ik wel van, dit is wel een heel soort kwiet. Dus ik heb geen huid meer, ik heb geen man meer. Ik heb geen relatie meer, dus ik heb geen schoonfamilie meer. Ik heb geen band. Ik heb met het allerergste weer dat ik souvenir kwijt hier. Maar en dan weer nog het allerergste, dat ik geen enkel idee meer hier. En dat vond, toen dacht ik, jongen, dat is wel een heel soort kwijt. Nu weet ik niet meer hoe het verder moet. Toen vroeg een Amerikaanse theaterproducent die mij op Oerelsjongen hier of ik net een liedse tournee door Amerika maatje wou. Nou, dat wou ik vanzelfs wel. En zo kwam ik op het idee dat het game moest hoe ik nou steen. Over verlies, over verlennen leefde, over alles wat ik weer trakken ben. En dan, haast vanzelfs, begint dat voor mij een hulp bij mijn christelijke jeugd. Een bloeiende inspiratiebron. Die voorstelling die ik jitte in de vorm van een evangelisatiebijeenkomst. Hij zag die als ben ik vaak mij maken hier en die ik van alles maar eens high te maken had. En zou die nog eigenlijk altijd in Amerika, ik houden worden. Ik dacht dat zou de herkenbaarheid wil versterken. Als starring hier de voorstelling eerst wel in het Engels in Amsterdam uitproberen. Don't you think I look like Barbie? When I was a kid, I always wanted to be with three: Ken, Barbie and me. But I was not allowed to play with Barbie. I got a doll with no tits and no ass, just beautiful long hair. But then I was not allowed to have long hair myself. So now I thought, how would it be to be Barbie and do my life over again? You know, when I was a kid, I really did not look like Barbie. My teeth were rotten, my skin was pale, my hair had to be cut like a jar head, I was wearing my sister's hand-me-downs, and because I was knock-kneed, I had orthopedic shoes. But in our family, we did not need beauty. We had Jesus. Our main thing in life was to be example Christians. We were Christians and not ashamed.
So my father put quite some energy in making us firm. And when I was afraid in the dark, he told me, "Dot is the devil in thee. Cisgender devil, devil gone uit me. Ik ben van de Heere Jezus en not van thee." So he said that my fear meant that the devil was inside me and that I had to do some exorcism. But you know, that made me even more scared. No good. Die producent hier dus van alles voor mij organiseert. Ik zou dan spelen in theaters. Ik zou spelen bij Rieke Meeskentus. Ik wil in het zin komen in het Sinisanya. Dat is alsof de Rockefeller. Alsof de Rockefeller die uitnodigt om bij haar te komen te spelen. En zo Rieke is die meneer. Desook speel je, ik zoek iets van huzie in het huis van Elton John. Desook in dat huis zoeken logeren. Dus dat ziet er prachtig uit. Ik vond het net spannend om dat helemaal volledig te verdwalen. Ja, en het. Hier wel een bepaald effect van een soort kweesten. Ik denk, Amerika is wat dat betreft een heel goed land ervoor. Want het heeft inderdaad die belofte, voortdurend lijkt de belofte om de hoek. Van nu komt er een droomtour. Dat is het helemaal makkelijk. Ja, zij is dat land, dat zit dat in elkaar. I took a trip down to Philadelphia wie in de eerste voorstelling regelen. In alternatief theatertje bleek letten in een wel wat eerder buurt. Eerlijk zijn, schrok ik er wel een beetje van. Is dit wel wat scheef? Dit is de kleedkamer. Ja. En ik druk je maar gewoon wel wat fijn. Oh? Die is net in eigen spullen bij die, behalve die bruidsjurk. Nou ja, ik heb Sassel bij me, dus het binnen een paar dingen die moet ik je fysieken. Hi Roger, this is Dette. And you're not online, it tells me. Well, in any case, I'm also gonna try to call me. Happy New Year, by the way. Bye bye. Is een man waar je van de porn kent? Helemaal net, nee. Het probleem wie ik nog eens een keer dat ik die theaterproducent maar net te pakken kreeg. Een paar steden wie een regelen, Philadelphia dus en New York. Maar daarna wie er alleen nog maar wat opties. Die man nam de telefoon net maar op. So my father wanted me to play the organ and to sing together songs of Johannes de Heer. Johannes de Heer is a famous evangelist from Rotterdam. Well, I never wanted to say yes to my father's wish to play the organ and to sing songs of Johannes de Heer. But now that I'm older, I'm also curious. Like, what was it that he wanted? Right, so, well, I would like to do an experiment. Why don't we do it together? Yeah. Yeah, would you be willing to sing together with me a song of Johannes de Heer so I can feel what happens? Sure. I have written down the lyrics of song number 57. Does anyone know this song? Golden showers of blessing.
Ja, ik hield gewoon niet zo op zijn. Dat is dan machinaal in die auto ziest en dan moesten we dankbaar wezen. Hier hield ik zo'n verske van feilloze liefde van God, feilloze liefde van God, feilloze liefde. Nee, dat ging dan eindeloos terug. En dan, ja, ik kwam me er verschrikkelijk voor. Ja. Moest niet helemaal bij een meisje, jongen. En dan moest wel eens bij een meisje, jongen. En dus mem, ja, die... Nou, die vond, denk ik, die ding ik een beetje maai, maar ja. Ja, dus nou ja, ik viel daar een soort druk. Ik viel daar altijd een soort druk. Die hier zeker het gevoel dat hij de plicht hier als christen om te evangeliseren. Dus dat de orenmeesken inspireren zo om te lowen, om redden te worden voor de hemel. Ja. To be human on this planet in the end of time. Face the spirit and the devil you should resist. Die aap in de voorstelling wie een metafoor van mijn angst. Die was bij een field, hè? De dreiging van de hel. Shirt wie sa. Als Jezus net volgers, dan ging ze naar de hel, wilde er zijn. Maar als Jezus wel volgje zoe, dan moest ik bereid wezen om een hels leven te leiden. Dus er wilde me eindelijk, realiseer ik me letter, een keuze binnen tussen de hel no of de hel letter. Your soul has the choice. You know, this totally freaked me out when I was a kid. Your soul has the choice. I mean, what kind of choice? It was a choice between hell now or hell later. What kind of choice is that? Het had jaren door, vak me dat realiseren, dat bizar wie. En toen ter achterkant dacht ik wil wel mooi wezen. En ik wil vrij wezen. Ik wil sinds maar als Barbie libje. I'm Barbie girl in a Barbie. Wat ze in die hele voorstelling aan de hand is dat ik op precies dezelfde dingen als dus hij uitkom,
alleen nog op mijn manier. Dus maar dat ja zissen en me helemaal oerjaan, doe ik op een Barbie manier. Dat ja zissen en weet ik, doe ik via bioenergetica, yoga, tantra, seks, ecstasy, toch al dat soort dingen. Doe ik eigenlijk precies hetzelfde als hij doet. En dat is bij dit nummer eigenlijk ik. Het is een soort psalm. Of gezang. Ik heb psalm en gezang. Het is een kreet om uit de beperkingen te komen. Ja, en daarna heb ik natuurlijk die enorme gil. Ja. En die, daarvan zei ik van, dit moest eens proberen, want dit voelt erg goed. Die pine uterin, dat is dan wel weer heel bevrijdend. So I would like to speak to you. All right, bye-bye. Dat is die vrouw, die zuster, ik... Die zuster, ik proberen. Ja, ik wil wel heel erg keren. Hoe is de zuster jongen die mij die vier meesten ging af? Ik ben hier. Ik baal je zelfverschrikkelijk van. Maar wat is hij aan het voorstel van deze reis? Ik je voorstelt dat een aantal dingen gewoon veel makkelijker te organiseren werden zouden. Ik je voorstelt ik dat die producer veel meer op tieder de boppen opzitten hier. Ja. En dat en hij zit in al die omstandigheden die ik totaal niet te verschambieden toen wij hier rond het hele avontuur begonnen. Dus hij wennen dan hier en dan daar en dan hier en dan daar. Dus op dit moment wennen hij zelf niet in Boston. Dus ik ken er zelf ik niet. Ja, hoe dan ook. Hij zit er net zo bovenop zoals ik dat hoopte dat hij zou. En is elke keer is binnen de oren reden. Het is planning, of het is Christ, of het is dan met de besiet, of het is dan met de let, of het is dit, of het is dat. Ik ben... Waarom doet het nou? Nou, ik heb nog meer opties. Maar goed, het is, moet al de binnen een week georganiseerd worden. En weet je, als we die twee dingen net krijgen, dan weet ik net wat voor film we krijgen. Weet je film dan hoe een mislukte tournee? Maar we zijn nog met jou bewegen, dus we kunnen nog net iets hebben over een mislukking. Ja, ja. Mm-hmm. Nou, vol wat betreft. Dus die cherken en zo, want dat is en dat, ja, misschien moet dat de komende dagen wel weten. Ja. Dat was ik net met mij. Ik ben dit keer de waarom. Ja, ja. Dit hier dit is goed op wat je op met bedoel. Zelfs bleed, dat is nog mijn woest naar New York. Zo moet ik even verder zien. Ja, ja. Want ik heb nog steeds een plan om weer rond te gaan als de ene die tweede week niks hier is. Ja. You know, I do not differ that much from my father. I broke with religion, but I very well understand his search for surrender and living fully and saying yes. He said yes to God, I said no. But I tried other ways. I tried bioenergetics. I tried yoga, tantra, sex, drugs. Thank you.
be with three. My theater company, we used to be with three. Right? For 21 years, we were together on stage, two guys and me. Always together on stage. Suvernuve was our name. That means actually quite strange. I'm going to show you some pictures. So, and here you see after 20. In die invite hier hebben we een hele ontwikkeling mee maken. Maar het is zeker zo dat we een heel soort uitsprutsen hebben naar elkaar voortdurend. En in die zin, ik wil zeker een plaatsvervangende familie. Er kwam nog bij dat Peer en ik ineens verliefd op elkaar werden. We hielden dat tolen weer werken en toen op een jong ineens hartstikke verliefd. We kregen een relatie en die had nog een jaar door. Nou, dat was dus heel complex. It was nice to be the girl two guys were competing for. But in real life, I've also been part of other threesomes. There is one person in my life who is my biggest love, my first love, and it happened in my first threesome. It was not a comfortable threesome. My love could do anything with me, use me, ignore me, confuse me, humiliate me. I was always in adoration. My first love is my mother. You know, my beloved was very pious. She thought she had to be like Christ, carrying the suffering of the whole world on her back. And that was heavy. And what he tried to do, he tried to cheer her up. He sang songs of Johannes de Heer for her. But you should never do that. I did what she did. I was sighing with her. Then together we were sighing, and we went deep. Ik wil heel graag eens met hem gelukkig maken. Heel graag wil ik eens met hem gelukkig maken. En smelten in lijden is ik een vorm. Dus dat het blijkbaar een vorm van contact weer om dat zuchten oor te nemen. De breuk die kwam letter en die weer heftig voor ze, voor de Zalger. Gelukkig genoeg ging het in New York beter. Er waren meer mensen, zelfs een paar keer uitverkocht. En de reacties waren heel goed. Maar ja, wat er nou gebeuren moest, dat wisten we nog net. Want vanavond moest ik het eigenlijk zelfs regelen. Hallo, Adriana. This is Dette. Hi, how are you doing? Well, I know a few people. But you know, when it's a home performance, we have like... Maybe you have some friends, and we have some, or some people from your church. Well, that's great. We do that. All right. Bye bye. No. Where is it? Boston. Dit is die boeddhistische dominee. Ja, dit is, wat zo leuk aan deze is dat ze de allereerste bier die mij vregen om een home performance te doen. Dus ze had een tjerke, ja. En ja, daar werd ze in. En dus doet in haar huisschema wat ik een tjerke is. Nou ja. En ze had een spirituele gemeenschap om haar heen. Kunstmeesters, studenten. Dus waar het zij dat de meesten komen? En zij zwaar dat er wat meesten komen. En zij natuurlijk geen garage, maar ja. Zij geeft haar best wel. Ja. Nou, waar ben ik? Nou. Dacht je niet zuster dit? Dus de eerste hebben we in, Tietje.
maar wat een absurde onderneming is dit. Hey, je dogma was om wereldberoemd te worden. Nou, het is een internationaal tournee in ieder geval. Ik geef zeker van alles toch mee heen, dat de voorstelling ik absoluut oors is dat ik hem in een theater dwang en maar een technicus en de techniek die werkt al ik, dan komt er een soort ontspanning en een adem. En het is ik een dat ik soms ik niet helemaal goed weet wat ik onder dwang ben toch die voorwaarden los te laten.